Goedemorgen iedereen en welkom bij het webinar Content Marketing van Flanders DC. Heel blij dat jullie er weer bij zijn vandaag. Vandaag zal Koen van The Fat Lady ons meer vertellen over content marketing. Hoe creëer je goede content, kwaliteit content, zonder meteen grote bureaus of grote budgetten aan de slag te moeten? Hij heeft mij beloofd om het zeer hands-on, zeer praktisch te houden, dus ik vermoed dat het een interessante sessie wordt. Misschien nog een paar praktische zaken. Voor de mensen die voor de eerste keer in onze webinar-room zijn, we gaan vandaag hebben we de chat als functie en ook de vragen. Je ziet normaal gezien rechts van je scherm het chat, waar dat je gewoon berichtjes kan achterlaten. Ik zie dat er een aantal mensen de chat gevonden hebben. Om goedemorgen te zeggen, moest het geluid wegvallen, moest er iets niet duidelijk zijn, kan je dat daar snel achterlaten. En daarnaast gebruiken we ook het tapje vragen. Dit is de tab waar je een vraag kan stellen die je graag aan de spreker wilt stellen. Op het einde van de sessie doen we nog een korte Q&A. Dus daar kan je vragen achterlaten die je wil stellen. Wat dat ook interessant is, je ziet zo naast, als je een vraag hebt gesteld, staat er naast die vraag een driehoekje. Als je daarop klikt, geef je eigenlijk aan, ik wil deze vraag ook stellen. En zo kan ik gemakkelijk zien hoeveel mensen de vraag willen stellen. Misschien ook nog belangrijk, op het einde van het webinar sturen we jou nog een evaluatie. Het zou super zijn moesten jullie die invullen. We zijn altijd benieuwd wat jullie ervan vonden. En de mensen die de evaluatie invullen, kunnen ook de presentatie ontvangen. Maar natuurlijk, de review van het webinar, die komt sowieso online op ons YouTube-kanaal. Dus daar hebben jullie sowieso toegang toe. Voilà, dat is het voornaamste voor mij. Dan geef ik nu graag het woord aan Koen rond content marketing. Oké, dankjewel. Ja, welkom allemaal. En ik ben blij dat ik dit podium krijg en dat er ook zoveel mensen komen luisteren in de eerste plaats. Content marketing is toch al een paar jaar toch wel een hot topic. Sommige mensen noemen het trending. Ik durf te zeggen dat het eigenlijk al heel lang bestaat. En dat het altijd zal blijven bestaan. Ik zit al een jaar of 30 in communicatie en eigenlijk de laatste 10 jaar vooral in content marketing. Ik heb meegewerkt aan het Belgisch content marketing boek. Er is ook een tweede in de maak, die verschijnt trouwens in september. En als je registreert op onze nieuwsbrief van de Fat Lady, komt helemaal op het einde van de presentatie, dan verwittig ik jullie ook als het uitkomt en zorg ik zelf dat je een korting krijgt. Kijk eens aan. Content marketing, nu quality content wil ik het vandaag over hebben. En dat is eigenlijk een beetje de rode draad geworden in het nieuwe boek ook. Omdat we zitten toch wel in een situatie dat er heel veel content gemaakt wordt. En moet je ook afvragen van, heeft het allemaal wel nog zin? En ik heb een aantal van de vragen bekeken. Ik heb alle vragen bekeken. Ik ga ze niet allemaal kunnen beantwoorden. Ik heb meer dan 100 vragen gekregen van jullie. Maar toch een aantal mensen die vragen van, moeten we inzetten op meer content, minder content? Is kwantiteit belangrijker dan kwaliteit? Wel, het is absoluut kwaliteit waar je moet op inzetten. En ik hoop dat deze presentatie vandaag dat duidelijk zal maken. Wat ik ook wil zeggen is, we hebben een uur, of misschien zelfs minder dan een uur, als we de vragen ook nog bijrekenen. Er valt heel veel te zeggen over content marketing. Er zijn heel veel boeken rondgeschreven. Ik zit ook in 4 opleidingen waar ik lesgeef. Eén daarvan is meer dan 20 uur over content marketing alleen al. Dus er valt wel veel over te zeggen. Ik heb nu een uur. Dus het is een beetje scratching the surface. Maar mijn bedoeling vandaag is eigenlijk om jullie een aantal heel hands-on, heel praktische tips mee te geven hoe dat je met je content beter kan scoren. Door ze kwalitatief te maken. Deze uitspraak. Content marketing is the only marketing left. Is een uitspraak die van een aantal jaren geleden is. De mensen van Flanders DC zijn ongetwijfeld weten van wie dat die uitspraak komt. Want deze man, Seth Godin, die stond een aantal jaren geleden op hun podium. In 2018, dacht ik. Supernova, het congres, kwam hij spreken. En heel interessante kerel trouwens, Seth Godin, om te volgen. Hij heeft een eigen blog die al denk ik, meer dan 10 jaar meegaat. Waarbij hij elke dag, maar ook elke dag, dus Pasen, Kerstmis enzovoort,
zet die een nieuw bericht op die blog. Nu, het is ook een beetje mijn idee. Ik sta 30 jaar in communicatie. Ik heb al alles gedaan. Ik kom oorspronkelijk uit marktonderzoek, advertising. En ik heb alles gezien. En eigenlijk voor mij de enige manier, de enige waardevolle manier nog, en respectvolle manier voor je publiek, is content marketing. Nu, voor de mensen die het begrip niet helemaal kennen, content marketing is als je als bedrijf, organisatie, als merk, communiceert met inhoud. Dus niet met borstklopperij van hoe fantastisch zijn we. Maar eigenlijk kijken naar uw publiek. Waar zijn ze mee bezig? Welke vragen hebben ze in de context van uw merk? En hoe kan je uw publiek helpen? Door het helpen ontstaat er een band. En zullen ze uiteindelijk bij jou komen kopen. Maar ik zei al, toen ik het nieuwste boek aan het schrijven was, er zijn toch wel een aantal dingen veranderd in de laatste 5 jaar. Vooral de laatste jaren. Dit is een website. Dat is... ik heb het opgeschreven. internetlifestats.com. Dat moet je echt eens bekijken. Ik heb daar een paar minuten video van opgenomen, screen video van opgenomen. En er wordt elke dag wordt de teller op nul gezet. Maar dit is het volume van content die elke dag geschreven, gemaakt wordt en online gezet wordt. En als je gewoon al boven kijkt, de bovenste lijn in het midden, staat daar blogpost. En jullie hebben allemaal, of toch een groot deel van jullie, ongetwijfeld al eens een blogpost geschreven. De tijd die je daarin steekt, een goede blogpost kan je makkelijk een dag aan bezig zijn, als je ook nog wat goede beelden zoekt enzovoort. Wel, die blogpost moet concurreren met 2,5 miljoen andere blogposts, elke dag opnieuw. Dit is ook een recent cijfer, een onderzoek die gebeurd is. En wat bleek daaruit? Ongeveer 70% van de content die gepubliceerd wordt, nooit wordt gezien. Dus dan denk je van, we hebben moeite gestoken om blogposts te maken, om foto's te zetten op Instagram, om video's te maken enzovoort. Wel, 70% wordt nooit gezien. En dat is toch wel een heel grote zonde. Wat is het probleem? Wat is het probleem van veel content? Dat is dat mensen eigenlijk, of merken mensen hun tijd verdoen. Er worden nieuwsbrieven uitgestuurd, of iets die de titel draagt, nieuwsbrief, maar die eigenlijk gewoon vertelt over hoe goed zijn we, waar zijn we mee bezig als merk. Of deze. Dat is een beetje een metafoor voor de meeste content. Pizza Hut die zegt, we have pizza. It's in the name. We weten het wel. Maar ik gebruik het trouwens in elke presentatie en mensen lachen dan. Maar als ik het uitleg, dan lachen ze eigenlijk maar groen. Want dit is eigenlijk wel de realiteit. Er wordt heel veel content gemaakt, gepubliceerd, omdat er nu eenmaal verwacht wordt vanuit ons contentplan. Ons contentplan zegt dat we op dinsdag om 11 uur een nieuwe blogpost moeten uitsturen en op woensdag namiddag een post zetten op Facebook. En misschien hebben we niets interessants te vertellen deze week, maar wat gebeurt er dan? Er wordt toch iets gepubliceerd. Waarom? Omdat het contentplan dat zegt. Wel, dan krijg je dit content die zegt, we have pizza. Dus de vraag die je moet stellen is, is dit echt nuttig voor mijn publiek? Hebben ze hier iets aan? Draagt er iets bij aan hun kennis, aan hun inspiratie? Is het entertaining? Content moet niet altijd iets nieuws toedragen. Dat kan ook gewoon entertaining zijn voor het publiek. Stel dat je er morgen mee stopt, gaan uw mensen treurig zijn. Als je nu op dinsdag, de volgende dinsdag om 11 uur die post niet zet, gaan mensen treurig zijn. En als het antwoord nee is, dan moet je beginnen afvragen van, is de content die ik produceer, die ik publiceer, wel kwalitatief genoeg? Wel, er zijn heel veel
methodes en meestal worden die ook in acroniemen vertaald. Hoe kwalitatieve content moet opgebouwd worden? Dit is er één van. En ik ga hem eventjes overlopen. Ik heb er een beeld bij gezet, zodat je het nooit gaat vergeten. Braces. Dus brave als in dapper. Omdat je toch probeert met een mening te komen, met een opinie te komen, die misschien wel ingaat tegen de geldende stroom. Het is research. Het is niet het eerste dat je tegenkomt als je in Google intikt of iets dat je gekopieerd hebt uit Wikipedia. Het is astute, het is slim, omdat het mensen echt vooruit helpt. Het is geloofwaardig, omdat je met experten gesproken hebt, je hebt data bekeken. Het is onderbouwd. Het is educational, want de lezer leert er echt iets bij. Want het is nieuwe informatie die op een interessante manier voorgesteld is. En de laatste, niet onbelangrijk, zeker als we spreken over online content, het is skimmable. Moet het daarvoor kort zijn? Nee. Het is zelfs zo dat er een omgekeerd evenredig verband is tussen de perceptie ten opzichte van content en de lengte van content. Hoe langer ze is, hoe beter ze... Ik zei omgekeerd evenredig, het is evenredig. Hoe langer ze is, hoe beter ze geapprecieerd wordt. Wat niet betekent dat mensen ze per se allemaal lezen. Ze moeten er stukken kunnen uitpikken. Dus zo moet je ook je content gaan opbouwen. En dan heb ik een aantal tips die ik jullie meegeef. Nu, de meeste dingen daarvan zijn heel basic, maar soms worden ze wel eens vergeten. En de eerste is van, het moet interessant zijn voor je publiek, dus je moet waarde brengen. Leef u in de hoofden van uw publiek. En wat kan je bijbrengen, wat kan je toebrengen die waardevol is voor hen, waar ze hun job, hun leven beter van kunnen maken. Dit is een voorbeeld van een van onze klanten waar we voor werken, Kids Life. Kids Life is een van de 5 aanbieders van kinderbijslag. Wij brengen heel waardevolle content waar toekomstige ouders en ouders mee vooruit kunnen, waar ze iets aan hebben. Die wordt ook heel gesegmenteerd om de rechtse post ging over die speciale kinderbijslag tijdens corona. We hebben die gepost, we wisten dat die eraan kwam, we hebben die gepost een uur nadat die regel officieel geworden is. We hebben 600 inschrijvingen op onze nieuwsbrief gehad. Alleen al met die post. Allee, om te zeggen, als je meer waarde biedt, dan wordt het ook geapprecieerd door mensen en dan geven ze ook iets terug. In dit geval hun data. Wat is de grootste fout in content marketing? Dat is deze. We hebben maar een uur, dus ik ga hem niet helemaal laten spelen. Wat is het grootste probleem? Merken, individuen, bedrijven, organisaties die over zichzelf spreken. En ook alleen over zichzelf spreken. Ik bedoel, uiteraard mag je te gepaste tijden ook over jezelf spreken. Maar in de eerste plaats gaat het over uw publiek. Uw publiek is de held en het gaat over waar zij mee bezig zijn, hoe je hen kan helpen. Dat moet de basis zijn van je content marketing. En hoe doe je dat dan? Hoe kan je dan in die zee van content, hoe kan je het verschil gaan maken? Dat is door keuzes te maken. Door op zoek te gaan naar een specifieke niche. Dit is geen voorbeeld van ons, maar een voorbeeld die ik gebruikt heb in het boek ook. Dat is de blog... ikdenkvooruit.nl. Dus een blog van een Nederlandse verzekeringsmaatschappij, HSR. En die zei van, goed,
informatie over allerlei verzekeringsproducten. Er zijn al massaal veel platformen die daarover schrijven. Dus dat is ook een oefening die je moet doen als je met content marketing begint. Ja, kijken wat bestaat er al allemaal. En je moet niet proberen hetzelfde te doen of identiek hetzelfde te doen als anderen. Probeer je eigen accenten te leggen. Dus dat hebben zij gedaan. Ze zeiden van, er bestaat al heel veel rond verzekeringsproducten. Wat gaan wij doen? Wij gaan over die producten spreken vanuit het standpunt van vrouwen. Dus ze hebben een blog opgestart en alles wordt belicht vanuit hun context, vanuit hun standpunt en ook in hun tone of voice. Waarmee dat ze misschien wel, uiteraard in dit geval alle mannen uitsluiten, maar in de doelgroep van vrouwen veel beter gaan scoren dan een heel generiek platform. Dus maak een keuze, kies een niche en ga daar heel gedetermineerd voor. Tweede aspect is, nogmaals, heel veel content. Je kan inhoudelijk de juiste boodschap brengen, maar het kan ook heel saai zijn. Dus probeer in de mate van het mogelijke je content zodanig te verpakken dat ze, dat ze glinstert, dat ze eruit springt, dat het vuurwerk is. En ik geef regelmatig colleges bij banken. En mensen in banken zeggen wel eens van, wij zijn wel banken. We zijn bezig met financiële informatie, we zijn bezig met verzekeringen, we zijn bezig met hypotheekleningen enzovoort. En dat is gewoon saai. Hoe kunnen wij onze content interessant gaan maken? Wel, hoe doe je dat? Door een stap terug te zetten. Niet alleen te spreken over het product op zich, maar de ruimere context waar uw product zich in bevindt. En het voorbeeld die ik altijd geef aan de bankiers, ik ga het jullie ook tonen, is een content campagne, mag ik wel zeggen, die opgezet is in Nederland door ABN AMRO. Mees Pearson, dat is de private banker van ABN AMRO. En ze hebben gewoon een tv-programma gemaakt, die ook online te bekijken is, rond vermogende Nederlanders. Ik laat jullie de trailer zien. Nederland, land van 6 uur eten en doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg. Dat bepaalt ook onze mening over vermogenden. Maar is dat wel terecht? Wie zijn eigenlijk de mensen die hun hoofd boven het maaiveld uitsteken? Vermogens in Nederland biedt een unieke inkijk in de wereld van vermogenden. Waar wonen ze? Met gewoon Nederlands tv, pindakaas, chocopasta, is het ook een thuis. Hoe word je zo rijk? Ja, godsnaam, probeer je. Dat verdien je ook geld, hoor. Voelen ze zich wel veilig en zijn ze gelukkig? Nou ja, dan rij je 3 keer met zo'n auto en dan is daar de lol eigenlijk ook vanaf. Wat doen ze met al dat geld? Je hebt straks zien dat ik zo'n rood schriftje heb. Daarin hou ik ook bij wat de stand is van mijn aandelen. En wat doet al dat geld met hen? Ik doe gewoon de dingen die ik leuk vind. Ik ben mijn eigen baas en gewoon genieten. Dat is het allerbelangrijkste in het leven. Ja, dus dit is zelfs uitgezonden op televisie in Nederland. Content gemaakt door een merk. En jullie kunnen uiteraard, de meeste van jullie waarschijnlijk niet dit soort documentaires maken, maar ik wou toch tonen in de zin van, dit gaat niet over beleggingsproducten, terwijl het wel over mensen gaat die rijk geworden zijn, onder andere op een goede manier in te zetten. En denk eens na in jullie sector van hoe kan je een stap terugzetten en het beeld breder bekijken en dan daar content rond maken. Allee, dat was ook een aantal van de vragen die teruggekomen zijn van waar moeten we het in godsnaam over hebben? Wel, dit is een manier om het te bekijken. Als je bezig bent met mode, er is al heel veel content rond mode. Wel, denk eens na over je ideale publiek en wat doen die? Wat doen die dagelijks? Kan je daar iets rond vertellen en eigenlijk in de marge uw modeproducten belichten, bijvoorbeeld? Nog een tip die ik wil meegeven om het verschil te maken, dat is creëer uw eigen stem. Kijk niet naar wat er op televisie gebeurt.
Je mag daar wel naar kijken, uiteraard. Laat u daardoor inspireren. Maar laat u inspireren gewoon ook om iets anders te doen. Ik heb een heel mooi voorbeeld. Ik heb geen video ervan, maar je kan het online bekijken op YouTube. Norman's Rare Guitars. Mensen van Flanders DC vroegen mij van, ja, zorg dat de voorbeelden niet te groot fancy zijn. Excuseer me voor de ABN AMRO Mace Pearson. Maar dit is een voorbeeld die voor iedereen haalbaar is. Dus Norman's is gewoon een gitaarwinkel in Californië. En die is op een bepaald moment begonnen van, well, er kwamen bekende mensen, bekende en onbekende mensen op bezoek. Die is heel gespecialiseerd en die zei van, kijk, ik ga beginnen video's maken. Iemand laten vertellen over een gitaar, liedje laten spelen enzovoort. Ik heb dit doorgestuurd gekregen van een vriend van mij die daar heel erg mee bezig is met die materie. Die kijkt naar elk van die video's. Die kijkt die video's ook uit. En dat zijn zo'n video's van 10, 15 minuten. Waarom? Omdat dit heel niche is. Omdat dit heel gespecialiseerd is. Het is ook een heel eigen stem die video's ontwikkeld hebben. Het is uniek. Het is niet fancy, maar dat hoeft ook niet. Het is wat het is. Het is Norman's Rare Guitars. En dat is waarom dat mensen willen naar kijken. En waarom? Dat Norman's ondertussen 450.000 volgers heeft op zijn YouTube-kanaal. Nog iets dat ik wil meegeven, dat is, bouw een eigen publiek op. En die eigen heb ik bewust onderstreept. Ik weet niet, de meeste van jullie hebben waarschijnlijk een eigen website. Ik zou zeggen, goed zo, de mensen die geen eigen website hebben, investeer in een eigen website. Een eigen publiek bouw je op je eigen kanalen en niet op rented land. En rented land is Facebook, Instagram, LinkedIn enzovoort. Ik bedoel, de volgers daar, de mensen die daar aan je merk gekoppeld zijn, die zijn niet van jou. Die zijn van het platform. En het bereik die het platform jou geeft, is marginaal. Het organisch bereik van een post die je zet op je Facebookpagina is gemiddeld 1 à 2% van je volgers. Als je er meer wil bereiken, dan moet je daarvoor betalen. En ja, je wil niet altijd betalen als je met je eigen publiek wilt spreken. Dus investeer in een database. Investeer in een manier om met je database te spreken, bijvoorbeeld met een nieuwsbrief. Maar ja, ik bedoel, die platformen on the site zijn interessant om mensen naar uw platform te krijgen, maar dat kan nooit uw uitvalsbasis zijn voor uw content. Een merk die daar ook heel sterk in is, is GoPro. GoPro heeft op een bepaald moment gezegd van oké, we gaan in zee gaan met een heleboel sporters in spectaculaire sporten. En we gaan die filmpjes laten maken. De camera's, de technologie van GoPro, ze hebben tientallen concurrenten. Maar er is maar één GoPro. En dat hebben ze gedaan. Ze hebben het zo ver gekregen, alleen door content. Ze hebben een publiek opgebouwd van 9 miljoen mensen die naar hun video's kijken, die ook hun video's uitkijken. En dat is hetgeen dat je moet nastreven. Je eigen publiek die naar uw eigen content wil kijken op uw eigen platform. Als je communiceert, je hebt je publiek opgebouwd, begin dan met je eigen klanten. Het is veel makkelijker om eigen klanten te behouden. Het is 5 keer makkelijker om een klant te behouden dan een nieuwe te maken. En de focus moet dus zijn in de eerste plaats om content te maken om je bestaande klanten te behouden. Maar meer nog, als je het goed doet, dan zorgen die bestaande klanten ook voor nieuwe klanten. Dus je moet nadenken in de vorm van, ik maak content die zodanig interessant is, maar dat mijn klanten zodanig enthousiast over worden, dat ze die ook delen met hun kennissen, met hun vrienden, op social media of ook op andere manieren, door erover te spreken. En ik heb een heel interessant, een heel goedkoop voorbeeld voor jullie gevonden. Dat is Tulsa Renew. En iedereen heeft ongetwijfeld wel al eens ervaring gehad met verbouwingen en met aannemers. Ik zit midden in verbouwingen en ik heb vanmorgen ook alweer
een uur met heel frustrerende telefoongesprekken met aannemers moeten voeren. Wel, Tosca Reid heel erg over nagedacht. En die zeiden van, kijk, als iemand een offerte vraagt aan ons, dan sturen wij een offerte, uiteraard, zoals iedereen. Maar de meeste mensen die vragen 3-4 offertes om te kunnen vergelijken. En ja, dan kom je in de hoop terecht. Dus wat doen zij? Zij gaan naar het gebouw gaan kijken en ze maken video's. Ze maken video's en op die video's zetten ze instructies, zetten ze pijltjes, schrijven ze zaken om te zeggen, kijk, dit gaan we doen voor u. We gaan daaraan gaan we veranderen. Die worden ook ingesproken. Heel goedkoop gemaakt, maar het werkt wel. Ik bedoel, het is een soort micro-content waarmee ze hun offertes ondersteunen. En daarmee halen ze offerte na offerte binnen. Meer nog, de frustraties die je hebt met aannemers, wat doen zij? Iedere dag op de werf, op het einde van de dag, maken ze een filmpje om te tonen aan de mensen van, kijk eens, dit hebben we vandaag gedaan. We hebben dit raam vervangen, we hebben de porch uitgebreid enzovoort. En zo ziet het eruit. Mensen krijgen dat 's avonds toegestuurd en die vinden dat fantastisch. Ze vinden het zodanig fantastisch dat ze het ook delen op hun sociale media. En ja, zo komen hun vrienden, zo komen hun kennis ook in contact met, ja, met de vorderingen van hun bouw. Maar ook van, amai, dat is wel een straffe aannemer toch, dat hij zo filmpjes maakt. En wat gebeurt er? Bon, ik heb de cijfers van Tulsa Renew, ik moet die maar betrouwen. Maar 7 van de 11 klanten die ze hebben, zorgen voor nieuwe klanten door dit soort micro-content. Dus het hoeft niet altijd groot te zijn. Je kan ook met heel kleine dingen een band creëren en het verschil gaan maken. Ook een manier om het verschil te maken is je publiek te betrekken. Nogmaals, je klanten, dat is je hoogste goed, dat is je goud. En de meest waardevolle content is degene die komt van je klant zelf. Ik bedoel, als je klant over u spreekt, als die goed over u spreekt, tegen een vriend, tegen een kennissen, dat is de beste reclame die je kunt krijgen. En dat is hetgene dat je wilt bereiken ook. En je kan dat ook een stuk opzetten. En de manier om dat te doen is user-generated content. User, dus uw gebruiker, uw publiek, die zelf content genereert. En een voorbeeld, een iets groter voorbeeld, is KBC Vinder. Dus KBC heeft een platform opgestart, die is eigenlijk, het idee is gepikt van American Express. Maar als je goed pikt, is er niks verkeerd mee. En wat is het idee? Dat is dat ondernemers met elkaar, een beetje peer-to-peer, kunnen ervaringen met elkaar uitwisselen. Ook misschien wel interessant voor jullie. Je hoeft niet per se klant te zijn van KBC. Dus stel, zeg maar, je hebt een bloemenwinkel. Dan kan je met andere mensen, die een gelijkaardige winkel of ook een andere bloemenwinkel hebben, kan je ervaringen uitwisselen. Dus zo'n platform hebben ze opgezet. Heel slim van KBC, want de content op dat platform wordt gegenereerd door de mensen die het platform gebruiken. Nu, wat kan user-generated content allemaal zijn? Dat kunnen commentaren zijn op social posts. Hoe krijg je commentaar op social posts? Door mensen uit een kot te lokken. Door met een straffe uitspraak te komen. Door mensen vragen te stellen in een post. Dat zorgt ervoor dat ze reageren. Als er meer gereageerd wordt, als er meer interactie is op de post, dan zegt Facebook, interessant. Dat is een straffe post, we moeten die wat meer exposure geven. En dan ga je bereik van die post ook automatisch vergroten. Als je hetzelfde doet op LinkedIn, dan wordt zelfs de content verdeeld ook op de pagina van de persoon die commentaar geeft. Wat kan je nog doen? Je kan hashtags gebruiken die naar jouw merk verwijzen. Recensies. Het is zelfs zo dat... hoe zijn jullie zelf? Stel dat je vanavond op restaurant wil gaan, het eerste dat je gaat doen, is een recensie lezen.
Er zijn, ik denk, ik heb het cijfer onlangs gezien, meer dan 90% van de mensen gaan niet naar een restaurant gaan als daar geen recensie over bestaat. Die vertrouwen het gewoon niet. Maar het merken. Dus, er zijn een aantal merken die daar heel slim mee omgaan. Er is bijvoorbeeld een merk die er heel sterk in is Coolblue, die aan iedereen vraagt, iedereen die koopt, vraagt om recensies te schrijven. Die site staat vol met recensies, positieve en negatieve recensies, maar dat maakt het ook objectief. Dus ja, een manier ook om geloofwaardigheid op te bouwen, is aan uw klant te vragen van, ben je tevreden? Wel, vertel het mij. Geef mij uw commentaar en zet dat soort commentaar, wat ook content is, ook op uw website. Dit is een voorbeeld, hashtag, een hashtag voorbeeld, iets dat Flair gedaan heeft tijdens de lockdown. Hebben ze een aantal Flair raakt. En dan kon je e-cards invullen, dus je kon daar je naam zetten en die dan versturen naar mensen, naar je vrienden. Waarmee? Ja, user-generated content. Flair maakt een platform om content te creëren, die al een stuk voorgekoud is, en om die te delen met een vrienden, waardoor dat het merk Flair, en via de hashtag Flair raakt, in de picture komt te staan. Nog een voorbeeld is een website... Ik ben eventjes de naam kwijt. Rentherunway.com. Ondertussen bestaat het ook in België. In een aantal landen. Is een website waarbij dat je kunt kleren huren voor speciale gelegenheden. Stel, je moet naar een trouwfeest, je moet naar een receptie. Ik hoop dat die er snel weer zijn, de trouwfeesten en de recepties en de feestjes enzovoort. Wat doen die mensen? Dus ze zeggen, kijk, we hebben een website, je kan die kleren huren. Als je ze huurt, wordt er gevraagd van, waarvoor is het? Is het voor night out, een gala? Is het voor een trouwfeest, enzovoort? Mensen vullen dit soort informatie in. Ze zeggen ook van, het is een feest, het is een trouwfeest die komende zaterdag doorgaat. En dan wordt het slim. Dus wat zegt Rent the Runway? De dag na het feest sturen ze een e-mail, een heel persoonlijke e-mail, naar die mensen en zeggen van, hoe was het? Hoe was het trouwfeest? En hoe zag je eruit met je fantastische Dior-jurk? Heb je geen foto's die je kunt delen? En mensen zitten in nog een soort, ofwel hebben ze een gigantische kater, ofwel hebben ze nog een soort aftershine gevoel van, bon, gisteren hebben we echt geschitterd met onze jurk en we waren de ster van het feest. En uiteraard hebben we mooie foto's. En mensen delen die foto's en schrijven er ook een recensie bij. En dit is user-generated content. Dit zijn recensies die heel waardevol zijn voor het merk en voor de geloofwaardigheid van het merk. Dus denk er eens over na. Wat is het ideale moment waarop dat je kunt vragen aan uw klanten van, zijn jullie tevreden over mijn diensten, over mijn aanbod, over mijn product? En faciliteer, zoek een manier ook om het te faciliteren dat ze daar kunnen over spreken. Een volgende, dat is lange termijn. Er is een uitspraak in content marketing die zegt van, het is een marathon, het is geen sprintnummer. Nu, ondertussen is content marketing wel ingeburgerd bijna in elke marketingafdeling. En het gegeven van sprint versus marathon, wat is het probleem van marketing? En wat is het probleem ook van dat jullie mee geconfronteerd worden elke dag? Dat is, je wil resultaat, nu. Je start met zoiets, je wil een... content marketing of je zet een campagne op en dan wil je daar onmiddellijk resultaat van zien. Nu, het is zo dat content, ik zei het al in het begin, je bouwt ergens een relatie op met een publiek.
En publiek gaat jou vertrouwen door de content die je creëert, door ja, de uitstraling die je hebt, door de posities die je inneemt, door de opinies die je uitspreekt. En ja, dat gebeurt niet doordat ze één artikel van jou gelezen. Dat kan. Dat kan dat ze na één keer overtuigd zijn. Maar er wordt gezegd dat mensen gemiddeld 4 posts moeten lezen van jou voordat ze bereid zijn om iets van jou te kopen. Ik zeg 4, dat zal afhankelijk zijn van sector tot sector natuurlijk. Alleen hoe specifieker het is, hoe meer niche het is, zal het ook misschien wel sneller gaan. Maar sowieso moet je altijd een lange horizon hebben in je contentprogramma. Je kan niet zeggen van, oké, we gaan nu vandaag, wat zijn we vandaag, donderdag starten met content marketing. Ik heb een ideetje, we gaan er iets rond schrijven, we gaan dat online zetten. En dan gaan we eens afwachten wat dat geeft. En ja, na een week, 2 weken, ik zie het nog niet. We gaan eens iets anders proberen. Als ik zeg lange termijn, dan moet je nadenken over een programma. Dan moet je nadenken over die niche waarop dat je gaat inzetten. En ga je op voorhand nadenken van hoe ga ik dit gaan vertellen? Doe ik het in video? Kan ik een soort videoreeks gaan opzetten? Ga ik elke week een opiniestuk schrijven? Dat zijn allemaal zaken waar je moet over nadenken om op lange termijn iets op te bouwen. Wat je wil, een soort consistentie krijgen. Consistentie dat mensen jouw communicatie, jouw content gaan herkennen en er een soort band mee opbouwen. Dit is een voorbeeld die tegelijk goed en slecht is. Dit is een campagne, een contentcampagne geweest van Velux, ik denk 2 jaar geleden, die Indoor Generation. Straks, als dit uur 8 afgelopen is, moet je zeker de video eens bekijken. Maar Velux heeft dus een campagne opgezet rond, ja, hoe slecht zijn onze huizen verlucht? En welke ziektes krijgen we daar allemaal van? Fantastische insteek. Dat was de niche dat Velux zei van dat ze gingen rondspreken. En dan, wat hebben ze dan gedaan? Niks. Dus ze hebben die campagne gedaan, heel veel potentieel, en daar hebben ze niks verder mee gedaan. Terwijl het er zoveel potentieel in zat om daar content rond te bouwen. Jaren aan een stuk. Dus als je zoiets doet, denk altijd lange termijn. Deze is interessant en is een man waar ik ooit mee in een jury gezeten heb, Bart van Olfen, Fishtails, dat is een visboer van Amsterdam die ondertussen een internationaal vismerk opgezet heeft met content marketing. En die is al 10 jaar aan een stuk bezig met hetzelfde. Fishy Friday, zegt hij. Het is Fishy Friday en hij maakt de kortste mogelijke online kookvideo. Er is heel veel kook content, wel, hij zei, mijn content is speciaal, ik heb een eigen stem, een eigen accent, ik maak de kortste kookvideo's. Ik laat hem u zien. Today I'm going to show you an easy and delicious cockles recipe. Slowly cook some shallots in oil, add the shells and cover the pan. And if you like, add some white wine. Halfway you add parsley. And when all cockles are open, your dish is ready. Dat is het. En meer moet het ook soms niet zijn. Dus daarmee, allee, en nog wel wat andere zaken, is die man groot geworden. Maak het herkenbaar. De video's van de Fishy Friday video's van Bart, die zijn heel herkenbaar. Omdat die duren 15 seconden. Die hebben ook iedere keer dezelfde stijl, dezelfde opener. Er is Bart die er iedere keer in staat, wanneer hij komt in al zijn video's. Dus je moet ergens op zoek gaan naar een stijl, een element die content voor jouw merk herkenbaar maakt. Voor alle duidelijkheid, dit is het niet. En ik wil er ook nog iets over zeggen. Ik zie soms inspanningen van content marketeers, klanten waar ik bij kom, en die hebben dan heel veel moeite besteed aan het schrijven van een fantastisch stuk, die dan op een website komt. En dan verknoeien ze het door er dit soort beelden bij te zetten als het online plaatsen. En ik kijk naar de appreciatie van deze post. En ik heb er gewoon 2 lukraak gisteren van LinkedIn gehaald. Maar dit is hetgene dat gebeurt met content. Wat dat
de laatste schakel ontbreekt. Dus het beeld, zelfs het beeld die je plaatst bij content, ja, maakt het verschil of dat mensen het gaan lezen of niet gaan lezen. Dit is van onszelf, dus we hebben op een bepaald moment nagedacht van oké, hoe kunnen wij zorgen dat onze eigen content, als die op platformen komt te staan, dat die onderscheidend is. En we hebben dus dit ontwikkeld, een soort knip- en plakstijl, waar dat vooral het kleur blauw in aanwezig is. Dus denk voor jezelf, ook voor je eigen merk na, in een herkenbare stijl. En dat kunnen met visuele elementen zijn, dat kunnen met personen zijn, dat kan met opbouw zijn van uw content. Speel in op hangende verhalen. Is ook een manier om met uw content te scoren. Ik gaf daarnet al het voorbeeld van Kids Live. 1 post, die zorgde voor 600 inschrijvingen op de newsletter. Een merk die door sommigen van jullie misschien gekend is, Pornhub, die zijn er heel sterk in. Dus die maken content, moet die site eens bekijken, niet Pornhub op zich, mag ook. Maar pornhub.com/insights, die staat onderaan. Zij spelen in op actualiteit. Dit was hetgeen die gebeurd was op een bepaald moment in Hawaii. Hawaii, mensen kregen op een gsm een bericht van er is een raket op weg naar Hawaii en iedereen gaat doodgaan binnen 20 minuten of zo. Dat was een enorme drop in het bekijken van Pornhub. Maar dan, het moment dat iedereen een bericht kreeg van vals alarm, niks aan de hand, was er toch wel een relief moment nodig en was er ineens een piek op Pornhub. Dus dat doen zij op een heleboel momenten in de wereld, maken zij dit soort content. En ja, dus opnieuw, dit is hun product is porno. Hier komt geen porno in. Dus ze hebben een stap teruggezet en gekeken van, goed, wat is de ruimere context waar dat mijn publiek in leeft? En daar spelen ze op in. Je kan ook zelf momenten creëren. Een manier om dat te doen is een barometer. Opnieuw een voorbeeld van dezelfde case als daarnet, ABN AMRO, Mees Pearson, de private banker van ABN AMRO. Zij brengen elk jaar de vermogensmonitor uit. Dus ze doen een onderzoek en ze vragen aan hun vermogende klanten van wat doe je nu allemaal met die centen en hoe leef je? Dus denk eens na, in uw sector kan je iets doen? Kan je elk jaar een soort trendrapport uitbrengen waarbij je een aantal mensen uit de sector, uit jouw sector, aan het woord laat? En dat elk jaar herhalen. Dit is iets waar je ook mee kunt naar de pers stappen, waar je kunt visibiliteit mee halen in meerdere kanalen. Doe 1 ding obsessief goed. Ik dacht dat een vraag die ik doorgekregen heb, hoe val je op? Hoe schrijf ik een post die men veel zal delen? Wel, door obsessief goed te zijn in 1 of een beperkt aantal zaken. Je kan niet de beste zijn op Instagram en Facebook en een nieuwsbrief en een blog en een vlog enzovoort en TikTok voor mensen die daarop zitten. Probeer daar 1 zaak uit te nemen en daar de allerbeste in te zijn. Wij met de Fat Lady, wij maken zelf een vlog. Een vlog waar ik iedere keer in kom. Dat is ons kanaal. We steken daar heel veel tijd in. Per vlog steken we daar een week tijd in. Als we alle uren rekenen. Maar dat is ons kanaal waar we voor gekend zijn. Als mensen naar ons komen, dan zijn ze van... jullie zijn toch die mensen van in een vlog, van in een video. Maar jullie moeten we eens klappen. Wel, probeer ook voor jullie na te denken over iets waar je het verschil mee kunt maken. Kijk uiteraard weer in uw sector, wat dat er al bestaat. En... misschien bestaat er nog geen podcast in uw sector. Wel, misschien is een podcast wel een manier om het verschil te maken. Een voorbeeld, iemand die ik geïnterviewd heb ook voor het boek, is Anne Henley. Ik kan jullie trouwens allemaal haar nieuwsbrief adviseren. Die heet Total Anarchy, maar Anarchy met 2 N'en. Zij zegt van, kijk, ik breng die om de 2 weken uit en ik steek daar gaat al mijn tijd in. En dit zorgt dat het merk en Henley op de markt gezet wordt.
Wees persoonlijk. Mensen, ook al zijn jullie een merk, ook al zijn jullie een product, een bedrijf, een organisatie, mensen willen lezen wat mensen te zeggen hebben. Als je een nieuwsbrief uitstuurt, stuur geen nieuwsbrief uit vanuit info@ of nog slechter, no reply@ of marketing@. Stuur het vanuit een mens uit. Jullie zijn allemaal mensen, er zitten ook in B2B, er zitten mensen achter een merk. En dat is hetgene waar dat anderen willen mee relateren. Een goed voorbeeld daarvan is deze man, Warren Buffett, die naar zijn investeerders, die schrijft al zijn nieuwsbrieven zelf. Die zijn zelfs in boekvorm uitgebracht, omdat die zo goed zijn. Dus denk na hoe dat je persoonlijker kunt worden in de communicatie die je uitstuurt. Ook de content die je maakt, die je uitstuurt, probeer daar zoveel mogelijk mensen en menselijke stemmen in te betrekken. Vertel verhalen. Het beetje vieze woord, storytelling. Er zijn ook wel vragen rondgekomen. Nu, ik kan alleen al daar een halve dag over spreken, over storytelling. Heel interessant gegeven. Maar ja, storytelling is het een beetje het proces, de mensen achter een bepaald gegeven, achter een bepaald nieuwsfeit. Hoe ben je gekomen tot uw merk, de zoektocht daarnaartoe? Dat is een verhaal. Hoe ben je tot een bepaalde opinie gekomen? Welke obstakels heb je tegengekomen onderweg? Dat zijn allemaal elementen die zorgen dat er een verhalend aspect toegevoegd wordt aan uw content. En het kan ook heel visueel zijn. Dit is een voorbeeld die ik gezien heb op Content Marketing World in Cleveland. Op een bepaald moment General Electric, die zei van, we brengen een nieuw MRI-scanner uit en, voor kinderen. En de ingenieurs die er heel blij mee waren, daar is hem een paar jaar aan gewerkt, die gingen naar het hospitaal gaan kijken. En wat zagen ze? Dat de kinderen die daar moesten inkruipen in die machines, die stonden te krijsen. Die vonden het verschrikkelijk. En die hadden er waarschijnlijk ook nog dagen en nachtmerries over. Nu, wat hebben ze toen gedaan? Heel slimme zet. Ze hebben gezegd van, we gaan de hele context van dit onderzoek gaan we aanpassen. We gaan er een soort avontuur van maken. En ze hebben dus heel de kamer en zelfs de artsen en de verpleegsters een soort zero makeover gegeven. De kinderen kregen ook de dag voor de scan kregen ze een boekje mee waarin dat er stond van, weet je, morgen ga je op zeerover avontuur en mag je in het zeerover schip kruipen. En het gevolg was dat na het onderzoek, dat ze uit die machine kwamen, niet al krijsend, maar helemaal enthousiast van, wanneer mogen we nog eens? Allee, een beetje zoals... deze heb ik er ook in gestoken, omdat er ook een aantal vragen over kwamen. Dat was van, kunnen we content... ik kan me voorstellen dat veel van jullie een beetje denken in efficiëntienormen. Iedereen denkt in efficiëntienormen. Maar kunnen we de content die we maken voor onze vlog of onze blog, kunnen we die ook gewoon op Facebook gooien, kunnen we die op Instagram zetten enzovoort? Wel, het antwoord is nee. Je kan dat wel doen, maar het zal niet het gewenste effect hebben. Je moet hetgene dat je brengt en de stijl moet je aanpassen aan het platform. De content die je brengt op Instagram zal sowieso veel visueler zijn dan op een LinkedIn bijvoorbeeld. Dus dit is om je een idee te geven die ING Nederland brengt op Instagram. Dat is het. Dus ze geven de prijs, of wat de reële prijs zou moeten zijn, van producten. Van de zee, van een boek, van een mango. En daar vertellen ze rond. En dat is het. En daar wordt niet over beleggingsproducten gesproken, of over leningen, of over beleggingen, of over andere financiële producten. Dus als je zegt van, oké, ik wil op Instagram of gelijk welk ander platform aanwezig zijn, kijk dan eerst goed wat de taal, wat de geplogenheden zijn van zo'n platform. Want
ja, mensen gaan naar dit soort platformen, gebruiken dit soort platformen. En eigenlijk als merk ben je daar een beetje een indringer. Want ja, je betaalt ook om gezien te worden door die mensen. En dan moet je toch zoveel mogelijk gaan adapteren aan de stijl en hetgeen dat ze gewoon zijn. Mensen vragen ook soms aan mij van, waar moeten we ons geld in steken? Hoe moeten we keuzes maken? Wel, ik zeg altijd van, probeer een beperkt aantal dingen te doen. Probeer één ding echt de kampioen te zijn en dan nog twee of drie zaken daarnaast te doen. En steek daar 90% van je budget, van je tijd, van je middelen in. Maar houd ook 10% om te experimenteren. Om dingen uit te proberen. En ja, dat kan van alles zijn. Ik heb je nu twee voorbeelden gestoken. Podcasts, omdat die toch, ja, toch wel een interessant medium zijn. Heel erg opkomend zijn, zeker het laatste jaar. En ja, kijk in uw sector. Bestaat er al een podcast? Het kan zijn dat er al een bestaat, maar... Binnen podcast kun je ook je eigen stem, ook je eigen stijl ontwikkelen. Games. Ik heb heel veel cases gezien het laatste jaar van merken die aanwezig zijn in games. Deze bijvoorbeeld was een bloedbank die op zoek ging naar mannelijke donoren. Blijkbaar moeilijk om jonge mannelijke donoren te vinden. Wel, ze zeiden van, oké, waar zitten ze? Ja, ze zijn allemaal aan het gamen. Dus ze hebben een content gebracht in een game. En op die manier dacht ik iets van de 15.000 mannen kunnen bereiken. Die bloed komen doneren zijn. Denk als een uitgever. Dat ik ook een van de vragen was van, ja, hoeveel tijd moeten we er eigenlijk in steken? Wel, ja, veel. Als je het goed wilt doen, er is eigenlijk geen tussenweg. Als je content marketing wilt doen, dan... hetgene dat je doet, heeft maar zin als je het goed doet. Dus kan je beter, als je moet besparen in tijd en middelen, minder doen, maar dat ook obsessief goed doen, dan ook heel veel te doen die heel fluffy is. En dit zijn eigenlijk een beetje de rollen die je nodig hebt als content marketeer. Om je content marketing uit te voeren. Nu, wat is het probleem met veel organisaties, en misschien ook wel bij jullie, dat is dat het allemaal moet uitgevoerd wordt door deze persoon op woensdag namiddag. En zo werkt het uiteraard niet. Veel willen doen en daar ook niet de middelen tegenover stellen. Hoe kan je meten of dat je goed bezig bent? Ja, door te meten. Heel veel te meten. Klikken mensen door naar je website? Hoe lang bekijken ze je content? Wordt die content gedeeld? Enzovoort. Er zijn een heleboel KPIs, Key Performance Indicator, die je kunt opzetten om je content te beoordelen. En die zijn uiteraard ook allemaal een beetje afhankelijk van wat je doelen zijn. En dit is toch wel het belangrijkste advies die ik jullie wil geven. Dat is, het is uw verhaal. Zorg dat je het goed vertelt. Want slechte content kan ook contraproductief, kan ook tegen u werken. En kan heel veel zeggen over wat je bent of wie je bent als merk. En dan sta ik nu open voor vragen. Oké, dankjewel Koen. Dat was een hele interessante presentatie met heel wat tips. Er zijn al een paar vragen binnengekomen en misschien is het wel interessant, omdat er waren een aantal grote merken, een aantal grote voorbeelden, zijn er toch een aantal mensen die vragen van, waar raad je aan als eerste stappen voor start-ups die nog geen database hebben, die nog geen netwerk van klanten hebben? Hoe starten zij eigenlijk met content naar buiten te brengen? Hoe starten ze? Door eerst goed na te denken wat ze willen. Content om de content is maar gewoon stuff. En we hebben genoeg stuff. Dat is een uitspraak van iemand ooit geweest. En goed nadenken, wat wil ik? Wil ik leads genereren? Wil ik
thought leader worden in een bepaalde sector? En dat is de eerste vraag die je moet stellen. Probeer er ook niet te ambitieus in te zijn en daar direct 10 doelen te zetten. Het begint dus heel klein en met kleine stapjes. En probeer in de eerste instantie het publiek die het makkelijkst kunt bereiken, die het dichtst bij jou is, te overtuigen. En probeer daar een case stand op te bouwen. En ja, een beetje ervaring, een beetje fingerspitsen gevoel. Oké, dankjewel. Dan krijg je ook nog een vraag. Dat is misschien een heel praktische vraag daar tegenover. Een vaak gestelde vraag, denk ik ook, van ja, de beste tijdstippen om te posten. Daar een goed antwoord op. Ja, die krijg ik regelmatig. En ik zou zeggen, er bestaan heel veel theorieën rond. En er wordt gezegd, de dinsdag en de donderdag voormiddag om 11:00. Maar wat gebeurt er dan? En doe de test, dan ga je ook het meeste nieuwsbrieven binnenkrijgen. En ja, dan spring je er ook gewoon niet meer uit. Experimenteer daarmee. De zaken die ik verteld heb, de elementen die je kunt toepassen om eruit te springen. Een van de zaken die ik niet vermeld heb, en die eigenlijk ook wel niet onbelangrijk is, dat is het tijdstip dat je uitstuurt. Er is een aantal nieuwsbrieven die ik lees, bijvoorbeeld de nieuwsbrief van het Content Marketing Instituut, die wordt uitgestuurd de vrijdagavond om 18:00. Het idee is van, de hustle en de bustle van de week, de drukte is voorbij. En mensen zijn dan thuis op het gemak. Voilà. De nieuwsbrief die ik daarnet getoond heb van Total Anarchy en Henley, die stuurt die uit op zondag om 12:00. En ja, ik zit op zondag op 12:00 zit ik meestal in mijn zetel met mijn laptop op de schoot naar de zevende dag te kijken. En tegelijk lees ik dan die nieuwsbrief. Dus voor mij is dat een ideaal moment. Haar redenering is van, op zondag, de mensen die ik wil overtuigen, die mensen zijn meestal op zondag ook nog altijd wel een beetje on the side bezig met hun werk. Dus is dat een goed moment? En het is ook een goed moment. Dus er is geen gulden regel. Kijk een beetje naar uw publiek en experimenteer daarmee. Oké, dankjewel. En dan misschien nog een vraag, die kwam redelijk in het begin binnen. Content in functie van SEO, omdat er daar wel bepaalde keywords moeten gebruikt worden en dergelijke meer, de We Sell Pizza van de Pizza Hut. Hoe combineer je de SEO met content? Ja, dat is een heel goede vraag. Ik heb daar, het zat eerst in mijn presentatie, maar dacht, dit gaat mij te ver leiden. Maar eigenlijk moet je content op 3 niveaus zien. Je hebt dus 3 lagen en de onderste laag noemen we de hygiene content. En hygiene content is het soort content die... Hoor jullie mij nog? Ja, we horen jou nog. Ja, oké. Ik kreeg een boodschap, refresh page. De hygiene content is de content die waar mensen naar op zoek gaan via zoekmachines. Content die je moet maken op basis van keyword-analyse. Dus kijken van waar zoekt mijn publiek op, wat is trending enzovoort. Dan maak je content rond en daarmee wil je gevonden worden. Ik was verdwenen. Ben ik terug? Hoor je mij? Ha, Koen. Ja, nee, we waren jou eventjes kwijt. Ja, oké. Okay. Ik zei net, hygiene content. Dus dat moet je doen. Het probleem is dat die oefeningen, die keyword-analyses enzovoort, die worden ook gedaan door je concurrenten, eigenlijk door de hele sector. Waardoor dat die hygiene content meestal ook onderling inwisselbaar is. Dus het mag daar niet mee stoppen, maar dat is wel uw basislaag die je moet maken. Dan in het niveau erboven is hub content. Hub content noemen we always on content.
En dat is hetgene waar je mee je publiek opbouwt en onderhoudt. Waarmee dat je een relatie onderhoudt met je publiek. Dat is een soort content die je in een nieuwsbrief zet, die je op je blog zet, vlog, social media enzovoort. Waar je eigenlijk ongoing, wekelijks, dagelijks, afhankelijk van je ambities, mee bezig bent. En aan het laatste niveau, dus de bovenkant van de piramide, is hero content. En hero content is hetgene dat je doet, 1 à 2 keer per jaar bijvoorbeeld, om je niche, je propositie, hetgene wat je mee wilt onderscheiden, in de markt te zetten. Waarmee dat je zegt van, kijk, wij, maar het voorbeeld die ik gegeven heb, wij zorgen ervoor dat kinderen opvoeden, dat betaalbaar wordt, of blijft. Dus er is heel veel content rond het betaalbaar maken van kinderen opvoeden. Dat is ons niche, dus daar wordt always-on content rond gemaakt. En dan 1 keer per jaar wordt er iets groter gedaan. Dat kan een video zijn, dat kan een onderzoek zijn. Waarmee dat je die proposities nog eens extra onderschrijft. Dus dat is het idee van die 3 lagen. En nu weet ik niet wat de oorspronkelijke vraag was. SEO content. Dus bon, SEO, absoluut. Maar content marketing is een mix van gevonden worden en gezien worden. Dus gevonden worden, SEO, absoluut. Gezien worden, je moet ook aanwezig zijn. Aanwezig zijn op platformen, externe platformen. En op die manier mensen naar je eigen platform zien te krijgen. Oké, dank u. Dat is een heel duidelijk antwoord. Misschien nog één laatste vraagje. Iemand die werkt binnen een organisatie. Verschillende rollen door 1 persoon is dan moeilijk. Dus de vraag is van, adviseer je dan om contentcreatie te doen met verschillende personen binnen hetzelfde bedrijf? Ja, en hoe zou je dat organiseren? Hoe zou je dat verdelen? Iedereen schrijft in hetzelfde format? Of, Zoals ik al zei, dus denk op voorhand goed na over, niet alleen over wat je gaat vertellen, op welke manier dat je het gaat vertellen, op welke platformen dat je het gaat vertellen, maar ook hoe dat je het gaat organiseren. Dus je kan een fantastische strategie opzetten, maar als de organisatie er niet rond gebouwd is, dan valt het ook gewoon op zijn gat, om het zo te zeggen. Dus je kan... ik denk ergens in de presentatie staat, denk als een uitgever. Denk als een uitgever, zorg dat er iemand, een persoon of een afdeling, verantwoordelijk is, al is maar part-time, voor het gedeelte content marketing. Dat die daarop kan aangesproken worden. Dat er de consistentie, het ritme dat je vooropgesteld hebt, van dagelijks, wekelijks, maandelijks iets van content te publiceren, dat je dat kunt halen. Maar het begint met een verantwoordelijke te stellen. En organisatie, de organigrammen die wij opzetten rond content marketing, zijn er eigenlijk 4 fases. Eerst is van, waar komt mijn content vandaan? Hoe vind ik mijn ideeën? Haal ik ze van Google Trends? Haal ik ze van mijn sales? Haal ik ze van, een brainstorm die ik doe? Dus daar moet je over nadenken van, waar komt het? 2, hoe ga ik het verwerken? Verwerken betekent van, ik heb hier nu 5 topics waar ik iets van ga doen. Wie gaat dat schrijven? Op welke manier? Op welke manier is dan dat je een soort briefing document maakt, waar dat een aantal elementen in staan. Elementen als het aantal karakters, wat voor beeld ga ik erbij gebruiken. Op welk platform komt dit? Zodanig dat je kunt het schrijven ook aanpassen in functie van het platform. Derde niveau is distributie. Hoe gaan we het verdelen? En ook daar een verantwoordelijke voor. Dus we gaan een nieuwsbrief uitsturen en die verschijnt 2 wekelijks op zondag. Dus het moet klaar zijn voor onze nieuwsbrief. We gaan het ook op social media zetten op die een dag. Dat betekent ook dat het klaar is. Dus ook daar, die laag distributie, moet er iemand daarmee bezig zijn. Het kan allemaal één en dezelfde persoon zijn. Maar het moet wel op zijn of haar to-do-lijstje staan. En ten laatste is het meten. Kijken van hetgene dat we doen, heeft het wel allemaal zin?
Welk effect heeft mijn content? Schrijven meer mensen op de nieuwsbrief in? Komen er meer mensen naar de website? Krijg ik meer aanvragen door de content die ik produceer? Dus dit zijn toch allemaal zaken waar je moet mee bezig zijn als contentmarketeer. En om het makkelijk te maken, er zijn wel een heleboel systemen daarvoor. Gaan er van heel dure systemen tot gratis systemen. Je kan bijvoorbeeld beginnen met een Google Docs systeem, waarbij dat je al een contentkalender kunt delen als je met verschillende mensen bent, intern en extern. Je kan ook de teksten die geschreven worden op die manier gaan delen. Dus dat is gratis. Daar werken wij voor sommige klanten ook nog altijd mee. We werken nu ook met een systeem, StoryChief, dus trouwens Belgisch, ik denk dat ze van Gent zijn. StoryChief, waar je al die handelingen die ik net beschreven heb, allemaal kunt in één ding doen. Zijn de briefing, zijn het schrijven, het editeren, nakijken, het verdelen op verschillende platformen en het meten. En het is helemaal geen duur platform. Dus dat zijn wel dingen die het organiseren wel een stuk makkelijker kunnen maken. Oké, super, dankjewel. Dat was een heel duidelijk antwoord. Natuurlijk niet evident voor iemand die alleen werkt. Daar kregen we nog een reactie op van. Het is heel veel als je dit als eenmanszaak moet doen. Wel, maar nogmaals, laat u niet, hoe moet ik het zeggen, laat u het hoofd niet dol maken door de dingen die je ziet voorbij komen. Een van de beste cases van vorig jaar was een B2B-case in Nederland, Geodan. Moet eens bekijken, dus een platform, The Meridian. Zij brengen 2 keer per jaar content uit. 2 keer per jaar. En dat is het. En daarmee doen ze het. Maar die content is zodanig fantastisch, meer hebben ze ook niet nodig. En dat zorgt voor al hun leads. Dus ja, nogmaals, probeer obsessief 1 ding heel goed te doen. En daar al je efforts in te zetten. Er is een case die ik gezien heb ook in Cleveland. Brian Dean heet die kerel. Dat is een consultant in de VS die bezig is met SEO en dat soort zaken. Die zei, vroeger maakte ik wekelijks posts en dan kreeg ik daar 2-3 reacties en likes op. Ik had zelf geen tijd om dat op te volgen, want ik moest alweer schrijven voor de volgende post. Wat doet hij nu? Hij werkt 2 maanden aan een stuk, aan 1 iets, de ultimate guide voor SEO bijvoorbeeld. En die publiceert hij. En daar haalt hij 1000 bezoekers op. Met 1 post. En waarom? Omdat hij alles overtreft. Omdat hij zodanig goed is. Dus denk eens na van... welke niche kan ik het verschil gaan maken? En hoe kan ik daar iets creëren die zodanig fantastisch is, dat iedereen dat wil zien? Ja. En dan komen we inderdaad terug bij de kwaliteit in plaats van de kwantiteit, dat je inderdaad heel veel moet posten. Ja. We zijn al een beetje over tijd. Misschien nog 1 uitsmijter. Er vraagt iemand, je hebt er al net al gezegd, wat zijn de 3 must-follow accounts voor creatieve sectoren in België, waarvan je zegt, als je er meer over wilt of als je geïnspireerd wilt geraken, die 3 mensen moet je zeker beginnen volgen of nieuwsbrieven. Kan je daar nog een snelle uitsmijter? Ja, dus wel... uiteraard wij zelf. Wij schrijven en we steken er heel veel tijd in. Er zijn 2 mensen bij ons continu bezig met content te maken vanuit het merk The Fat Lady. Dat is onder andere onze eigen vlog. Dus als je inschrijft op onze nieuwsbrief trouwens, binnen 2 weken verschijnt er ook een e-book over, ik heb hem daarnet eventjes in beeld gebracht, 10 redenen waarom jouw content niet scoort. Dus een aantal van de zaken heb ik hier al in vermeld. Dus met heel hands-on tips hoe dat je content meer kunt doen scoren. Nu, wat ook interessant is voor te volgen, sowieso, is het Content Marketing Institute, CMI, Content Marketing Institute. En trouwens, ik heb ook een aantal vragen gekregen over hoe stel ik een contentkalender op. Zij hebben een heleboel templates. Templates
rond contentkalender, rond contentbriefing bijvoorbeeld. Dingen die je allemaal gratis kunt downloaden van die website. En ja, eigenlijk onmiddellijk mee aan de slag gaan. Dus dat is een interessante. En dan tenslotte heb je ook de Belgische Associatie van Content Marketingbureaus. Die heet Custo. Dus zoals het Barcelonese modemerk, dus C-U-S-T-O, custo.be. En die hebben ook wel een interessante tweewekelijkse nieuwsbrief om te volgen. Oké, super. Heel leuk om eens nog een aantal concrete tips af te sluiten. Voilà, we gaan hier het webinar afronden. Koen, ik wil jou enorm bedanken voor jouw bijdrage. Ik denk dat het heel interessant is en dat veel mensen stof hebben om over na te denken. Voor de mensen thuis, we organiseren voor de zomer nog één webinar. Dat gaat over auteursrechten. Dat is iets waar we vaak heel veel vragen krijgen bij Flanders DC. Dus dat lijkt me zeker interessant om daar de do's en don'ts. Hoe pas je dat toe met fiscaliteit? En wat zijn de voordelen eigenlijk? Want er zijn wel wat voordelen om auteursrechten te gebruiken. Voilà, heel erg bedankt. Koen, jij nogmaals bedankt. En tot binnenkort iedereen. Bye bye. Ja. Bye bye.